Ja, Yusuf. Hallo. Hallo. Ga zitten. Ik ga meteen maar met de deur in huis vallen. Ik denk dat je wel weet waar ik het over wil hebben, of niet? Nee. Niet. Woensdag derde uur. Bij Krieken. Wat is er gebeurd? Ja. Je begint te lachen, dus er is wat aan de hand. Je bent eruit gestuurd. Ik zal je even helpen. Je bent eruit gestuurd bij Krieken. Grote vraag, waarom deze keer? Dus vertel eens. Ik zat in de klas en Ahmed zat naast mij. En we mochten geen geluid meer maken. Maar Ahmed zette per ongeluk mijn volume harder van mijn pc. Dat deed hij mij horen. Ja, toen moest ik in één keer uit. Ah. Oké. Okay. En? Dat was het. Dat was het. Wat, heb je nog iets gezegd? Of, Ja, toen ik naar buiten liep en toen ik zeg maar eruit werd gestuurd, schold ik hem nog uit. Aha. En wat heb je toen gezegd? Ik zei toen lul te gaan. Vieze lul. Oh. Dat heb jij gezegd. Ik zeg een vieze lul. Iemand schreeuwde vieze lul en toen zei ik, toen keek hij mij aan. Ja, maar je hebt net toegegeven dat je al lul hebt gezegd. Nou, dan is vieze lul ook niet echt heel erg bijzonder om dat ineens toe te geven. Ja, oké, lul. Maar ja. Het zijn lul. Nou, oké. Yusuf, je hebt lul gezegd. Ook goed. Lul is ook goed. Okay. Of het is juist, het is niet goed, maar dan heb jij lul gezegd. Als ik tegen jou zeg, hè, wat jij tegen meneer Krieken hebt gezegd. Als ik nou tegen jou zeg, hey, Yusuf, lul. Ja. Hey, een lul. Ja, wat zou je dan... Wat zou je dan Ja, zo dus. Hey, lul. Wat, dus het boeit je gewoon niet? Nee. Nee. Maakt je niks uit. Nou, dus ik kan gewoon lekker vies... Of gewoon lul tegen je zeggen. Gewoon vieze lul tegen je zeggen. Hey, lully. Ja? Nou, dat is goed. Dan ga ik jou voortaan als we in de klas zitten. Hè, en je hebt je boeken niet bij. Dan zeg ik, hey, Yusuf, hey, lul. Je boeken moet je bij je hebben. Klink, meneer. Kom. Ja. Ja, of vind je het zo leuk? Ja. Oh, nou, als ik een proefwerk voorlees, van nou, Jalisa heeft een 8, Albert heeft een 7. Nou, onze lul heeft een 6. Klinkt echt leuk. Ja? Ja, klinkt echt leuk. Ja, vind je dat leuk? Weet je wat ik ga doen? Ik ga proberen even in jou te verplaatsen. Ik ga gewoon eens inleven hoe jij... Doe normaal, of niet. Hoezo, wat is het? We kunnen gewoon normaal zo praten zonder dat jij mij hoeft te zijn of doet voordat je mij zijn. Ik kan gewoon... Afgelopen, jongen, afgelopen. Afgelopen, gewoon klaar, afgelopen. Je kan niet in mij verplaatsen, is toch klaar? Ik kan toch gewoon nadenken... Jij kan dat niet, klaar. Waarom? Afgelopen. Waarom word je kwaad? Afgelopen, is gewoon klaar. Ik probeer gewoon hoe jij denkt. Wil je dat alsjeblieft niet doen? Maar ik wil niet... Ik weet zelf niet eens wat ik denk. Laat zitten. Wat zei je? Wacht even, Yusuf, wat zei je? Je weet zelf niet wat je denkt. Yusuf, weet jij hoe jij jezelf voelt? Ja. Ja? Soms voel ik me wel eens gewoon kut. Ja, ik bedoel... Als jij had gezegd tegen meneer Krieken, in plaats van je bent een lul, ik voel me... Kut. Wat was er dan gebeurd? Dat was anders gelopen dan wel. Hoe anders gelopen? Dat was anders gelopen, dat was gewoon beter gelopen, denk ik. Is beter niks aan de hand geweest? Niks aan de hand geweest? Ja. Dat is wat je zegt. Hoor wat je zelf zegt. Ja. Ik ben heel blij met dit gesprek. Mag ik gaan? Ja, je mag gaan. We zijn klaar. Fijne dag, hè? Ik meen het serieus, hè? Ja. Dank u wel.